oktober. Ja, oh mijn god, ja. Wat is dit? 13 oktober 2016. Wat was dit? Oh. Wow, wat is dit? Mag ik uitproeven? Hoi, vandaag ga ik samen met Danny Japans snoep proeven. Met stokjes? Na onze epic donut proefvideo. Die was top. Oh, grappig. Lekker. Hier hou ik van. Ik vind het vies van de hele wereld. Nog een beetje mistig van. Jij eet, heb daarna echt nog 20 donuts naar binnen gewerkt. Misschien wel meer. Oké, goed. Het idee is dat we allebei één voor één iets pakken en dat we het gaan proeven. Yes. De pokkie. Pokkie. Oh, het zijn twee zakken. Daar hou ik van. Ze zeggen dus dat je het zo tussen je... Wat is dit dan? Oh, misschien kun je... Wat is dit? Haha. Waarom zou je dat willen doen? Ik vind dit heel lekker trouwens. Dit smaakt gewoon naar chocola met pokkie. En pokkie is gewoon een soort zoutstengel met chocola eromheen. Pokkie krijgt een 6 voor de smaak. En een 7 voor de creativiteit. Crispy seaweed met heel veel... Chili pepers. Oeh. Ik hou van functionele verpakkingen. Oeh. Heerlijk. Het ruikt dus gewoon naar... Kattenvoer. Nee, naar een viskom. Mm. Ah, het is wel minder vies. Beetje vettig. Makkelijk. Ik geef het een 8. Zo, 6. Wat was dit? Dit is heel vies, denk ik. Je gaat er ook echt meteen in. Ja, hoe moet ik dat doen? Nog een. Dat is gewoon jam. Ik durf het bijna niet. Van het goedkoop jam van in die kleine potjes. Oh ja, je hebt gelijk. Hoezo eet je zoveel van dit? 7. Echt? Nee, ik geef dit echt een 1. Nee. Ja, echt. 6,5. Een 1. Deze panda, dit is heel lekker hè? Want dit is echt een lekkere snack. Dus ik had dit meegenomen om ooit te proeven. Vind ik dit erin? Het zal op. Bottle caps. Oh. Dat is een hele andere... Ziet er heel slecht uit hoor. Is dit nog goed? Nou ja, dan gaat het gewoon eten. Hartstikke idee. Nee, oh, weet je waar dit precies naar smaakt? Dat is een onderbroekenketting. Wat is een onderbroekenketting? Ja, die heb je ook in onderbroeken. Wat bedoel je? Oh, een string. Een string. Ik krijg wel een 5,4. Ik geef het echt een 4. KitKat. Groene KitKat met matcha. Ja, echt matcha. Vind je het lekker? Nou. Nee. Ik vind het ook niet echt. Ik geef het een 5. Ik ook. Ik zie iets met pandahoofdjes en chocolade erop. Dit is ook niet helemaal mijn ding. Ja, voor mij wel. Dit is gewoon chocolade koek. Nee, nee. Een 8. Ik geef het een 6. Japans? Nou, ik denk het niet, maar... Wat staat er? Er staat ook 13 oktober 2016 uit. Oh, nee, dit kan niet, dit kunnen we niet meer eten hoor. Oh, dit ruikt ook echt heel... Oh nee, dat kan je echt niet meer eten. Dat ruikt gewoon naar lijm. Moeten we nu alle... Dit is ook allemaal 2016. Ik denk dat, ja, dit is een veel. Ik heb hier... Het zijn schattige dennenboompjes met chocolade op. Word ik niet warm van. 7,5. Dit is een soort van... IJsje, voor mensen met trigofobie is het echt niet best wat hier gebeurt. Met wat? Kijk nou! Ah, dat is wel schattig. Smaakt een beetje naar een milkshake. Ja, daar smaakt het precies naar. Dat vind ik lekker. Een 6. 5. Soda mix candy. Oh, oh, oh! Een soort van mentosje. Dit soort snoepjes krijg je bij het afrekenen bij de Chinees. Ik vind het heel vies ook. Een 5. Dit is fluffy marshmallow. En ik lust echt geen marshmallow en ik lust echt niks fluffies. Ja, ik wel. Oh, wat vreselijk. Mm. Een 2 geef ik dit. Die is al van gesmikkeld. Wat is dit? Heb jij dit ook gedaan? Nou, wat is dit dan? Ik eet geen vlees. Ja, maar dit is geen vlees, dit is waarschijnlijk nep. Het lijkt gewoon op Babi Pangang. Oh! Oh, gatvier. Daddy. Wow, wat is dit? Dit ruikt echt naar hondenvoer. Heb je hapje genomen?
Mag ik uitspoeg? Ik denk dat dit een soort beef jerky is, maar dan gewoon echt van god weet wat. Van een hondje. Ik heb nog 3 Japanse dingen. Ik weet gewoon niet wat dit is. Gatsie, hè? Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Het ruikt naar... Naar vis gewoon. Ja, dit naar is vis. Ja, dit is gedroogde vis. Het is toch geen snoep? Ik eet liever dit dan die, al die zoete troep. Ik vind dit echt niet heel vies. Ik geef dit een 6. 3. Heb ik hier iets wat lijkt op een kastanje? Het is een eikel. Ruik je het? Al deze snacks ruiken gewoon naar echt een soort van... Gewoon echt een hond en een kat en een kattenbak en een hondenbak. Is er een hondenbak? Ik vind dit weer overigens niet zo vies als het ruikt. Toch? Klopt. 6. 6.1. Kijk nou, een soort van aardbeienlolly. Aardbeienlolly met chocola. Dit koop je denk ik echt vanwege de cuteness. Waar je zo mee kan poseren. De lolly zelf geef ik wederom een 4. Dit is de allerlaatste. Dit is zeg maar... Goudvissenvoer eten. Een zeewier met Japanese sauce flavor. Zou je dit ook aan je goudvis kunnen geven? Oeh, dat is lekker. Ik had een goudvis die mijn andere goudvis opat. Dat is wel lekker zout, maar dan... Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt een goeie om mee af te sluiten. Ja. Concluderend kunnen we stellen dat eigenlijk niks lekker was. Nee. Behalve de... zeewier. Ik vond het hartstikke leuk om te doen dit. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien dat we voornamelijk Japanse snoep met hier en daar een uitstapje naar volgens mij Costa Rica hebben gemaakt. Volg ook Danny op zijn kanalen. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie vragen hebben, stel ze even hieronder. Nu ben ik weer een zak lichter. Het ligt al een tijdje in mijn kast. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doei. Adios. Hoi. Oh. Hi. Wat is dit eigenlijk? Leuk.